Een van de sprekers was Amal Karam, zelf Palestijns en oud stadsdichter van Nijmegen. Ook zij vindt het belangrijk om haar stem te laten horen. Palestijnen overal in de wereld zijn door de ontwikkeling, maar ook daarvoor lastiggevallen. En bedreigd en als terrorist bestempeld. Dat kunnen wij niet accepteren. Dat moet echt stoppen. Maar ik heb heel veel vrienden uit Gaza die wonen hier in Nederland. Het gaat heel slecht. Hun verliezen hun familieleden, hun buren. Er gaan elke dag mensen dood in Gaza. Er zijn mensen die bloed aan hun handen hebben. En die moeten berecht worden. Voornamelijk die moordmachine die Israël heet. En voornamelijk al die machten in de wereld die achter Israël staan. Mijn hele familie zit in Gaza. En bijna half van mijn familie zijn ook dood. En heel veel mensen daar zijn erg verdrietig. En heel veel kinderen worden doodgeschiet voor niks en ze hebben niks gedaan. Amal hoopt dat mensen zich informeren over de situatie. Het is dan ook een symbolisch toeval dat de demonstratie op zo'n historische plek als Plein 44 plaatsvindt. De geschiedenis mag zich niet herhalen. Dat hebben veel mensen gezegd, onder andere Nederland. De geschiedenis is nu op dit moment zich aan het herhalen. In Gaza. Uitmoorden. Aan de hand van nabestaanden van de Holocaust. Let op mijn woorden. Word wakker, open die ogen, stel vragen, ga maar googlen, ga maar de geschiedenis lezen voordat je kant roept. Ook wil Karam een hart onder de riem steken bij het Palestijnse volk. Ik wil tegen het Palestijnse volk zeggen, jullie zijn daadkrachtig, jullie zijn sterk. Wij zijn niet uit te moorden, wij zijn niet uit de weg te slaan. Blijf sterk en blijf jullie broeders en zusters ondersteunen. Na de bijeenkomst op het plein maakten de demonstranten nog een optocht door de binnenstad. Zover bekend zijn er geen ongeregelheden geweest.